Wir haben ein neues Video von Tipps und Tricks selber an TV. Wir haben heute neuen das Jägendorf-Spielset aus den Serien 2012 austesten. Mit zwei Stutzen. Und die Konstruktion. Heute auf ein IKEA-Sitzen von IKEA und mit den Klemme. Hier nochmal zwei Klemme und hier habe ich hier zwei Türe. Für die zwei Türdingen, für die Türen, habe ich hier gebraucht, um die Stutzen schwerer zu machen. Eine Bergstation ist heute, dies ist dann der Bergstation. Now ist es Zeit für den Gondolas, um die Angst zu machen. Ich eben einen Moment, bitte. One eternity later. Wir haben die Sessels dran. Heute sind die Sessels aus den Serien von der Jägendorf. Die oranien Sessel liefen von der Giffelbahn-Set, heute von der Ischel und ein roter Sessel. Und dieser Sessel ist von der Spielset. Und dieser Sessel ist aus dem oranien Schwarz. In diesem Sessel ist ein bisschen gebrochen. Heute, wenn wir dieses Set kauften, wird noch ein Jahr auf 12, 13 zum also, noch vier Spielen. Nur ist es mehr Modell Eisenbahn-Video. Ideal für heute diese Seilbahn ist in der Garten. Ich habe hier noch in den Raum, weil ich es nicht so gut zu haben. Ich kann hier keine jetzt. Und wir können jetzt nur die Seilbahn testen. Hier auf der Bergstation, Talstation, hatten sie ein Knöpfchen. Und dann läuft die Seilbahn. Jetzt nur die Informationen mit den Gewichten, nur die Stutzen ist die Gewichten in zweiteren Sektoren und keine von diesen Stutzen ist die und da. Nur kann jetzt ein Timelapse von der Seilbahn.
installeer jetzt ein Cellbahn Jägendorf testend. Jetzt 9 Cellbahn Videos und mehrere Modeisenbahn und mehr Cellbahn Videos. Jetzt abonnieren hier und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Oh, Cellbahn TV mit Tim Steinrich. Vandaag gaan we de Jägendorf Spieltest uittesten. Met hier is het bergstation voor de Nederlandse commentaren. Wil je de Duitse commentaren zien, dan moet je even een klein stukje terugscrollen. Voor Duits sprekende informationen bitten zich terug naar het begin van deze video. Nu houdt de Nederlandse versie. Zo, in deze kabel en deze stoeltjeslift moet ik zeggen, heb ik in de aanbediening een Ischel sessellift van de langwandbaan C5. En hier komt nog zo'n oranje aanskeuren, zo'n oranje bubbelige gondel. Die komt uit de proficet van de Griffelbaan. Hier hebben we paal 1 om de stevigheid te verbieden. Daarom adviseer ik ook als je een Jägendorf set koopt. Koop deze palen erbij. Ze zijn los te kopen, zoals een 2-pack en 1-pack. Maar je ziet nu ook hoe ik nu om die palen er nu in zet. Kan de baan makkelijker lopen. En dan heb je van die zwaktes. Daar kan er wel eens voorkomen dat de baan wel eens ontspoort. Hier komt toevallig nog een gondel aan die in de spielset zit. En hier nog een rode met een witte bubbel. En dan is deze set. En hier heb ik nog een oranje gondel. Dat je dus ziet hoe ik die stutsen, die paaltjes in elkaar heb gezet. Ik heb hier die twee spelletjes. Twee Nintendo spelletjes doos. Heb ik twee van die deurstoppers opgezet. En deze heb ik vastgeklemd met van die klemmetjes. Je kunt ze ook vastzetten met schroeven. En dat is vaak handig als je modelbaan gebruikt. En je kunt ze in de tuin ook vastzetten met van die haken. Dat heb ik ook wel eens geprobeerd. Komt destijds als het weer wat mooier weer is om een keer video over als je deze dingen buiten installeert. En hier heb ik het daalstation heb ik ook vastgezet op een houten plankje op een IKEA stoel. IKEA stoelen zijn de perfecte stoelen om te gebruiken om deze dingen in elkaar te zetten. Namelijk omdat deze stoel, ja, dit is een hele oude van IKEA. Die hebben van die mooie dikke randen waardoor je makkelijk die klemmetjes vast kan krijgen. En waardoor de bergstation niet kan schuiven en zo. Dat vind ik echt ideaal. En je ziet al, je kan ook van die motorgondelstraten doen. Maar ik heb juist gekozen voor de Sessel, omdat de stoeltjesliften niet zo zwaar zijn en waardoor ik minder kans dat hij gaat crashen. Ik ben bang als zo'n gondel er aan gaat zetten dat dat hij heel zwaar wordt. Voor die gondels heb ik trouwens die gebruik ik voor de Proficet. Vind ik wat meer passen bij gondels. En dit is nog een oude set. Deze komt uit 2012 en deze komen uit 2020. Die al een beetje vies zijn. Nou ja, komt dat ze in de sneeuw hebben gestaan. Vorige keer toen ik deze gebruikt had. Een video over de Cellbahn van Jägendorf. Ik zeg tot de volgende keer bij die aflevering van Tim Steinrich, Cellbahn TV.